De Kitty Cats. Wij zijn leuk. Maar ik ben leuker. Miauw. De danswedstrijd. Op een ochtend was er iets interessants op het nieuws. Vandaag is de grote danswedstrijd. Iedereen is welkom en de kat die het mooiste danst, wint een prijs. Oh, ik hou van dansen. En ik hou van prijzen. Mogen we meedoen aan de wedstrijd? Goed idee. Dan doen wij ook mee, dan gaan we allemaal dansen. Geweldig! Miauw, 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 miauw. Ha, en dan dansen mama en ik de tango. Dan zijn die lessen niet voor niks geweest. Hey. En ik ga dansen als een ballerina. Als een elegant klein bloempje. En dan ga ik breakdansen. Nou, jongens, ik weet helemaal niet hoe ik moet dansen. Oh, dat geeft niets. Je hebt nog genoeg tijd om het te leren voor vanavond. En je broer en zus willen wel helpen. Wij leren het je wel. We proberen eerst iets simpels. Bijvoorbeeld een wals. En 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Auw, je staat op mijn pootje. Oh, sorry. 1, 2, 3, auw. 1, 2, 3, auw, mijn pootje. 1, 2, 3, 1, 2, 3, auw, auw, auw. De wals is misschien toch te moeilijk om mee te beginnen. Probeer te breakdansen. Kijk, pudding, doe maar na. Volgens mij breek ik iets. Doe ik het dan goed? Misschien is volksdans iets voor je. Ik kan niet zo goed springen. Ik ben geen kikker. Oh. Doe anders de robot. Dan hoef je niet te springen. Bij die dans hoef je helemaal niets te doen. Ja, je hebt gelijk. Die dans is saai. Wat dacht je van de Ken-Ken? Die is leuk. Ik weet zeker dat ik dat niet kan. Sorry, ik wil alleen maar helpen. Zo, mijn lieve kittens, hoe gaat het hier? Het blijkt dat ik niet kan dansen, dus ik kan ook niet meedoen met de wedstrijd. Nou, als Pudding niet gaat, dan heb ik ook geen zin meer. Nou, dan zullen papa en ik ook wel thuis blijven. Oh, moet dat? Nou, oké dan. Dit is allemaal mijn schuld. Ik heb een supergoed idee. We maken onze eigen familiedans. Eén die we zelf verzinnen. Eén die we allemaal kunnen dansen. Onze Pudding ook? Natuurlijk, Pudding krijgt de belangrijkste rol. Die avond begon de wedstrijd in het grote theater. Heel veel katten deden mee. Ik voel me een beetje nerveus. Hey joh, niet nodig. We zijn niet nerveus, toch? Hey joh, jongens, jullie hoeven niet nerveus te zijn, liefjes. Zie je, we zijn cool. Pudding, luister. Je kunt het. Je bent gemaakt voor deze dans. Adembenemend. En tot slot, de spannende dansgroep. Twee katten en een kitty cat. Kom op, Pudding. Het is jouw beurt. Miauw, 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 hey! Wat een fraaie familiedans. Ik ga hem de hele dag doen. Miauw, miauw. En dit is Pudding, de danser waarmee het begon. De laatste punten zijn binnen en de familie Kitty Cat wint. Oh, geweldig! Miauw, 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 miauw. Het is fijn om een overwinning te vieren. Maar het is nog fijner als je het met je familie kunt delen. Dromen op een stelling. Op een ochtend vertelden de Kitty Cats elkaar wat ze hadden gedroomd. Ik droomde dat ik in een bootje aan het varen was op een rivier. Ik droomde dat ik een hele mooie nieuwe jurk had. Ik droomde dat ik een snoepje at, zo groot als mijn hoofd.
Ik vraag me af, als je zelf een droom bedenkt, kun je die dan ook dromen? Ik weet het niet, maar laten we het proberen. Als dat ons gaat lukken, dan kunnen we voortaan dromen wat we maar willen. Geweldig! Miauw, 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 miauw! Oké, ik wil dromen dat ik op de oceaan vaar in een hele grote boot. Ik wil dromen dat ik een prinses ben in een kasteel. Ik wil dromen over allerlei soorten vlinders. Die avond legden ze elk hun tekening onder hun kussen. Verhaaltje, vanavond lees ik voor uit de Gelaarste Kat, een heel bekend sprookje. Hé, is het alweer ochtend? Ik ben bang van wel, ja. Het heeft helemaal niet gewerkt. Ik droomde dat ik probeerde te vissen en alleen maar laarzen ving. En mij is het ook al niet gelukt. Nou ja, ik bedoel, ik was wel een prinses, maar in mijn droom woonde ik in een grote laars. Dat is omdat papa ons heeft voorgelezen uit de Gelaarste Kat. Zeg, Pudding, waren er ook laarzen in jouw droom vannacht? Nou en of. Ik droomde dat ik hele gekke laarzen vol snoepjes aan had. Waarom is er toch altijd eten in jouw dromen, Pudding? Ik weet het niet. Misschien is het wel omdat ik altijd aan eten denk vlak voordat we gaan slapen. Pudding, je bent een genie! We moeten overdag denken aan de dingen die we willen dromen. Dus dachten de kittycats die dag aan die dingen waar ze 's nachts over wilden dromen. Ik ben een prinses, ik ben een prinses. Een heel groot snelschip, een heel grote snelschip. Allemaal vlindertjes, vlindertjes, heel veel vlindertjes. En toen het tijd was voor papa's verhaaltje voor het slapen gaan... Verhaaltje, Roodkapje en de Wolf. Nee, welterusten. Ja, welterusten. Ik ben een prinses. Vlindertjes. Ik ben een prinses. Vlindertjes. Nou, bedankt hoor. Nou heb ik de hele nacht over vlinders gedroomd. Nou, ik droomde vannacht dat ik een soort prinses was. En ik droomde dat ik aan het varen was op een schip met vlindervleugels erop. Onze dromen lopen door elkaar omdat we elkaar konden horen praten. Ik heb een heel goed idee. We proberen vandaag niet te praten, dan kunnen onze dromen ook niet in de war raken. De kittens concentreerden zich zo hard op hun droom dat ze er moe van werden. Maar toen ze gingen slapen, waren ze te moe om te dromen. We hebben gisteren de hele dag alleen maar gedacht aan de dingen waarover we wilden dromen. Maar toen droomden we helemaal niets. Ik snap echt niet waarom we onze dromen niet kunnen sturen. Ha, misschien wel omdat het gewoon niet kan. Onze dromen zijn geheimzinnig, prachtig, verrassend. Dat maakt dromen zo bijzonder. En als we willen dat onze dromen avontuurlijk zijn, dan moeten we zorgen dat we overdag zoveel mogelijk interessante dingen doen en beleven. Hey, goed idee! Miauw, 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 miauw! De kittens ontdekten die dag allemaal nieuwe en interessante dingen. En na die belevenissen vielen ze snel in slaap. En alle drie de katjes werden verrast door de meest bijzondere en de meest wonderbaarlijke dromen. Papa was weer eens druk met het verzinnen van nieuwe recepten. En dan haal je de vers gebakken cookies voorzichtig uit de oven, bedek ze met een dikke laag snoepjes en vervolgens met een dikke laag frambozenpudding. Oeh, dat klinkt erg lekker. Schrijf dat maar meteen op. Papa, riep je ons? Pudding, een kleine snoepje en cookie. Pap, wat zei je daar over frambozenpudding? Jullie lieve papa heeft net een heel lekker nieuw recept bedacht. Dat klopt. Kittens, voordat ik het vergeet, raad eens. De buren zijn een paar dagen op reis en hebben ons gevraagd om op een papegaai te passen. Komt er een echte papegaai logeren? Hoera! Hoera! Miauw, 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 miauw! Vogel, vogel, vogel!
heb ergens gelezen dat papegaaien kunnen praten. Kan de vogel praten? Wat geweldig! Nou, doe maar, vogel, zeg iets. Wees niet verlegen, zeg iets, zeg iets! Misschien wil ze niet praten als ze in de kooi zit. Nou, dan laten we haar eruit. Oké, we luisteren. Misschien heeft ze wel trek. Nou, wat zeg je dan? Zeg maar bedankt. Wat je moet zeggen is bedankt. Misschien houdt ze wel van snoep. Wil je wat snoep, meisje? Nog niet. Dat mag pas als je alsjeblieft zegt. Misschien is ze nog heel klein en weet ze nog niet hoe ze moet praten. We gaan het haar leren! De kittycat dachten na over welk woord ze haar het beste konden leren. Weet je wat we haar wel kunnen leren? Boe! Als de buren dan thuiskomen, kan ze ze laten schrikken! Maar wat als ze dan niet alleen de buren laat schrikken? Wat als ze iedereen gaat laten schrikken? Boe! Huh? Misschien kunnen we haar dan iets leren als, iets als gefeliciteerd. Want dat is een woord wat iedereen graag hoort. Maar Pudding, gefeliciteerd is wat je zegt als er iets goed gebeurt. En niet zomaar. Gefeliciteerd! Gefeliciteerd! We moeten haar iets leren wat heel gewoon en normaal is. Iets als hallo. Je hebt gelijk, als ze dat zegt, laat ze niemand schrikken. Hallo. 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 Ah. Hallo. 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 Oh, wat? Kittens, kunnen jullie even ergens anders gaan spelen? Ik schrijf een recept en nu is het laatste ingrediënt ineens hallo. Wat moest er ook alweer gebeuren nadat je de koekjes uit de oven hebt gehaald? Haal de koekjes voorzichtig uit de oven, bedek ze met een dikke laag snoepjes en vervolgens met een dikke laag van boze pudding. Ah. De slimme papegaai had papa's recept keurig onthouden. Bedankt, dat was hem precies. Oh, dus je weet wel hoe je moet praten. Bedankt, alsjeblieft. Gefeliciteerd. Boe! Maar waarom heb je niet eerder iets gezegd toen we het vroegen? Nou, lieverd, misschien waren jullie zelf te veel aan het woord. Ja, en kreeg ze niet eens de kans om iets te zeggen. Oh. Het spijt ons, papegaai. We moeten je wel de kans geven. Papegaai, hallo. Goedemiddag! Oh, geweldig! Miauw, 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 miauw! Bedankt, Cookie! Bedankt, Snoepje! Bedankt, Pudding! Graag gedaan, hoor! Die avond probeerden ze papa's nieuwe koekjesrecept. En hun nieuwe vriendin praatte zoveel dat je niet zou geloven dat ze ooit stil was geweest. De gevederde dief. Op een dag speelden de kittycats op hun kamer toen er ineens vreemde dingen gebeurden. Heb jij mijn nieuwe fluitje gezien? Heb jij hem gepakt? Ik heb hem niet. Snoepje, mijn nieuwe fluitje is weg. Wacht even. Ik zoek eerst mijn mooie nieuwe haarspeld. Nee, jij hebt hem ook niet, toch? Mijn vergrootglas is weg. Snoepje, heb jij hem misschien? Wat moet ik nou met jouw vergrootglas? Maar één van jullie twee heeft wel mijn haarspeld gepakt. Ik heb hem niet. Ik heb jouw haarspeld niet. En jouw vergrootglas heb ik ook niet. En ik wil mijn fluitje. Maar wie heeft mijn haarspeld? En ik wil mijn vergrootglas terug. Kom op. Jongens, waarom hebben jullie ruzie? Zeg, weet één van jullie misschien waar mijn andere oorbel is gebleven? Wij hebben hem niet. Maar dan is er dus een dief in huis. Als hier echt een dief in huis was, dan had ik hem toch gezien. Huh?
Wat gebeurt hier? De jamlepel lag toch net hier? Waar is hij? Ik weet het. Er is hier een dief in huis. We moeten erachter zien te komen wat de dief precies wil. Laten we eerst maar eens gaan kijken welke dingen hij al heeft gestolen. Een lepel, een oorbel, een vergrootglas, een haarspeld en een fluitje. Als hij de jamlepel heeft, dan houdt hij vast van jam. Maar iedereen houdt van jam, dus dat is geen aanwijzing. Hij heeft mijn andere oorbel. En mijn andere haarspeld. Dan is onze dief waarschijnlijk een meisje, toch? En misschien pakte ze mijn vergrootglas omdat ze niet zo goed kan zien. En ze houdt van sport, want mijn scheidsrechtersfluitje is ook weg. Oh, maar wacht. Dus oma is de dief? Natuurlijk. Kijk, oma is een hele slimme dame. Wacht eens even. We gaan niemand beschuldigen zonder bewijs. Wat we moeten doen is een lokaas neerleggen voor de dief. Wat hebben al die dingen met elkaar gemeen? Bijvoorbeeld, ze glimmen allemaal. Papa's autosleutel glom, dus gebruikten ze die als lokaas. Ze wachten in spanning af om te zien wie de dief was. Zo te zien is de dief een ekster, jongens. Oh, oh, zorg dat hij mijn autosleutels niet meeneemt. Fijn. Hoe kom ik nu straks op tijd op mijn werk? Rustig, lieverd. Geen paniek. Ik heb een idee waar onze verdwenen spullen kunnen zijn. Moet je zien. Het is hier net een schatkamer. We zijn niet de enige slachtoffers van de gevederde dief. De kitty cats riepen de buren, die meteen kwamen toen ze hoorden dat de dief gevonden was. Iedereen was wel iets kwijt. Nu alleen onze spullen nog, toch? Jouw oorbel, schat. Oh ja. Een vergrootglas. Jouw haarspeld. Fluitje. Sleutels en lepel. Goed, dat was het. We kunnen gaan. Ik vind het zielig voor de vogel. Ze houdt van glimmende dingen, maar nu heeft ze helemaal niets meer. Hé, ik heb een idee. Wat als wij nou eens op zoek gaan naar iets glimmends en dat aan de vogel geven? Dan heeft ze iets glimmends helemaal voor zichzelf. En dan is er niemand die het terug komt halen. Geweldig! Miauw, 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 miauw. De kitty cats hadden een mooie glimmende flessendop voor de ekster. En dankzij de gevederde dief leerden ze dat je altijd eerst de feiten moet kennen voordat je iemand beschuldigt. En zeker je oma. De dag van de zwarte kat. Op een dag maakten de kitty cats en hun vriendjes zich klaar voor de dag van de zwarte kat. Kijk, daar is hij, onze zwarte gelukskat. Ik ga hem verstoppen, zodat we kunnen beginnen. Papa verstopte de zwarte gelukskat op een geheime plek en liet aanwijzingen achter over waar de kittens hem konden vinden. Luister, kittens. Als jullie de zwarte kat voor 6 uur weten te vinden, dan ligt van jullie het geluk voor het oprapen. Zo luidt de legende. Hoera! Miauw, 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 miauw! Kijk! 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 Ha! De zwarte kat ligt hier! Oh! Ik denk niet dat de zwarte kat in zo'n klein doosje past. Huh? Dat is mijn fluitje. Hij is echt heel prachtig. En hij glimt zo mooi. Ik denk dat het een aanwijzing is, jongens. Misschien moeten we erop blazen. Oh! Hey, geef hier dat fluitje. Het is een aanwijzing. Hier is een aanwijzing. Frambozen. Dan moeten we dus nu naar de frambozenstruik in het park.
De zoektocht die papa voor de kittens had gemaakt, was geen gemakkelijke. En na een lange zoektocht vonden ze eindelijk de laatste aanwijzing. Zou ik te zien, ligt de zwarte kat ergens in ons huis verstopt. Kom mee, schiet op! Jongens, wacht! Waar is Vlekje? Hey, Vlekje! Misschien hebben we hem per ongeluk onder het zand begraven. Misschien heeft de extra Vlekje meegenomen. Of misschien is hij gewoon ergens verdwaald. Miauw! Ik heb een heel goed idee. We organiseren een zoektocht naar Vlekje. Als we dat doen, dan vinden we de zwarte kat niet op tijd. En dan ligt het geluk dus niet voor het oprapen. Maar Vlekje is onze vriend. Dat is belangrijker dan het oprapen van geluk. Vlekje! 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 Oh. Oh, Vlekje zijn poot afdrukken. Vlekje! Help me, jongens. Ik kom niet uit de greppel. Het is hier veel te glad. Pak mijn poot vast. Zo te zien hebben jullie de zwarte kat niet op tijd gevonden. Maar Vlekje was in een greppel gevallen. Oh, en toen moesten wij hem redden. Nou, dat hebben jullie goed gedaan. Nou, omdat Vlekje toevallig ook een zwarte kat is en jullie hem voor 6 uur hebben gevonden, denk ik dat het geluk toch nog voor het oprapen ligt. Kijk, en dit is jullie prijs. Lekkere gelukschocolaatjes met een voorspelling erin. Geweldig! Miauw, 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 miauw! Wil jij mijn voorspelling voorlezen, mama? Dit jaar zul je veel plezier beleven. Er staan veel interessante dingen te wachten. Je hebt goede vrienden op wie je altijd kunt rekenen. Het zou voor iedereen een goed jaar worden, vooral voor Vlekje. Want het grootste geluk van de wereld is het hebben van goede vrienden. Een muzikale verjaardagskaart. Het was papa's verjaardag. En de katjes vroegen zich af wat voor cadeau ze hem zouden geven. Ik weet het, mama. We geven papa een fiets. Dan kan hij over het verkeer rijden in plaats van in het verkeer. Dat is een goed idee. Maar je vergeet dat je lieve papa een beetje onhandig is. Oh ja. Nou, dan geven we hem toch een helikopter? Dat is ook een goed idee, Pudding. Maar de lucht boven al dat verkeer is ontzettend vies. Ideetje, ideetje. We geven hem een raket. Dan kan hij over de vieze lucht heen vliegen. Maar jouw papa kennende komt hij dan vast stil te staan in een marsmannetjesfile. Maar wat voor cadeau geven we hem dan? Ik weet wel een cadeau dat jullie papa altijd al heeft willen hebben. Huh? Vertel ons wat het is! Een muziekkaart. Een kaart die als je hem opent mooie muziek laat horen. Dat klinkt goed! Miauw, 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 miauw! De winkel had heel veel verschillende kaarten met muziek. Welke zouden ze kiezen? Een kaart van een verjaardagstaart die verjaardagsmuziek speelt? Die is perfect, kinderen. De Kitty Cats vonden hem ook perfect. Ik wil nog een keer luisteren. Ja, en nu mag ik. En nog een keer. Dus ze luisterden nog een keer. En toen nog een keer. En nog een keer. Daarna konden ze het niet meer zo goed bijhouden. Maar ze luisterde en luisterde en luisterde en luisterde. Hey, wat is dit nou? De batterij kan toch niet zo snel leeg zijn? Ik denk dat hij gewoon een beetje moe is. Misschien is hij vergeten hoe het liedje gaat. Ik fris zijn geheugen wel even op.
hij is gewoon een beetje lui. Probeer je soms papa's verjaardag te bederven? Kom, doe eens even je best. Hebba, nu is de kaart aan het mokken. Oh. Mama's verjaardagskaart wil niet meer spelen. Zo te horen is de batterij al helemaal leeg. Hebben jullie te veel naar de muziek geluisterd? Ik heb jullie nog gewaarschuwd. Jij hebt veel te veel geluisterd. Nee, jij hebt veel meer geluisterd. Dat is niet waar. Oh. Oh, wat geven we papa nu voor zijn verjaardag? En op dat moment kwam de verjaardagspapa thuis van zijn werk met een doos vol lekkere verrassingen die hij op zijn werk in de fabriek had gemaakt. Ik weet al iets, kom maar mee. De katjes hadden een idee. Ze bedachten dat het mooiste cadeau vaak het cadeau is dat je zelf maakt. Hoi, papa. Cookie, snoepje, pudding. Hoi, kinderen. We hebben iets gemaakt voor je verjaardag. Want wij vinden jou de liefste papa van de hele wereld. Ontzettend bedankt. Ik vind hem echt heel mooi. Oh, ik wilde altijd al een muziekkaart hebben. Oh, dit is de mooiste muziekkaart ooit. En het is het beste verjaardagscadeau wat ik ooit heb gekregen. Maar ik wou dat onze verjaardagskaart ook zelf muziek kon maken. Dat kan niet. Mama had het liedje van de kittens opgenomen met haar telefoon. Te gek! Miauw, 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 miauw! En dus had papa een fijne verjaardag. Want wat is er nu fijner dan muziek, taart en familie? Marsmannetjes! Op een avond speelden de kiddycats bij een vriendje Snuffel. Ik kijk iedere avond naar de sterren. Ik hoop dat ik nog eens een vliegende schotel zie met echte marsmannetjes erin. Maar niemand heeft ooit marsmannetjes gezien. Oh, ja, weet ik. Kittens, tijd om naar huis te gaan. Bedankt voor de fijne avond. Zouden de marsmannetjes de aarde ooit een keer bezoeken? Ze zijn hier in elk geval nog nooit geweest. Arme Snuffel, hij wil ze echt ontmoeten. Wat als ze nooit komen en hij voor altijd moet wachten? Voor altijd duurt zo lang. Ik vind het maar zielig voor hem. Zullen wij anders net doen alsof we marsmannetjes zijn en zeggen dat we van heel ver uit de ruimte komen? Goed idee. Oh, dat zal Snuffel spannend vinden. Geweldig! Miauw, 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 miauw! De volgende ochtend verkleedden de kittens zich alsof ze van een andere planeet kwamen. Ze trokken hun regenjasjes aan en droegen een haarband met antennes en koele zonnebrillen. Oeps. Laat mij maar. Bedankt voor je hulp. Hé, hey, we moeten ook onze stem veranderen, anders weet Snuffel direct wie we zijn. Gegroet vanuit de ruimte, aardbewoner. Oh. Wij zijn ruimtewezens van de verre planeet Caturnus. We komen, in vrede. Oh, wauw, marsmannetjes, te gek. Oeps. Ik wacht al zo lang op jullie. Hebben jullie onze taal geleerd? En wat voor soort taal spreken jullie thuis op Caturnus? Het klinkt als dit. Miauw, 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 miauw. Dat klinkt echt grappig. Vertel eens even wat meer over de planeet waar jullie vandaan komen. De zwaartekracht op onze planeet is zo groot dat iedereen naar voren valt en op vier poten moet lopen. We gebruiken ook vier poten om in gekke ruimtebomen te klimmen. En als we soms vallen... Dan komen we altijd weer veilig op onze pootjes terecht. En soms schijnen er kleine lichtjes op de grond die iedereen probeert te bakken. Dat is de favoriete sport op onze planeet. Wat een aparte planeet. En nu vertel ik jullie hoe wij leven. Dit is een raket om mee naar de ruimte te vliegen. En dit is een schommel. Dit is een bal. Snuffel vertelde de kiddycats allemaal dingen die ze natuurlijk al wisten. Dit is een kussen. Daar leg je je hoofd op als je gaat slapen.
En dit is een klok. Daarop kun je zien hoe laat het is. Dit is een telescoop. Die heb ik cadeau gehad van mijn papa. En dit is een boek. Eén met plaatjes. Jongens, we moeten naar huis om te eten. We zijn veel te laat. Maar hoe komen we hier weg? Ik heb echt een supergoed idee. Kijk, zo maak je het raam open. En zo doe je het raam weer dicht. En dit is... het... Reuze bedankt, aardbewoner. Maar we moeten nu weer gaan. Want anders, vertrekt ons ruimteschip zonder ons en dan zijn we gestrand. Hebben jullie een echt ruimteschip? Mag ik hem zien? Alsjeblieft. Rennen! Wacht, ik kom al. Waar is het ruimteschip? Is hij mooi? Oh nee, nu weet Snuffel dat wij het zijn. We wilden niet dat je voor altijd moest wachten op je marsmannetjes. En daarom deden we net alsof wij marsmannetjes waren. Het spijt ons. Ha, ik wist toch al lang dat jullie het waren. En ik vond het juist super geweldig. Komen jullie na het eten terug? Dan kunnen we samen naar de sterren kijken door mijn nieuwe telescoop. Hoera! Miwauw, 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 miwauw! Dat is de grote vis. En kijk daar, dat is sterrenbeeld de grote kat. En die vier sterren, dat is zijn staart, zie je? De kittens ontdekten dat de ruimte zo mooi is dat je wel voor altijd kunt blijven kijken. Kijk maar eens naar de sterren. Griezelkatjes! Het was de Kitty Cat zijn jaarlijkse griezelnacht. Een enthousiaste Cookie, Snoepje en Pudding hadden zich verkleed en probeerden elkaar bang te maken. Ik ben verkleed als monster! En ik als een kleine heks. En ik ga als, als een skelet. Kijk! Geweldig! Miwauw, 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 miwauw! Woe! Zijn jullie bang? Lieve help! Jullie zijn zo eng, nu ben ik een bange poes. Mama heeft gelijk. Wat zien jullie er eng uit, zeg! Wij hebben papa en mama laten schrikken. Maar wie gaat ons nu laten schrikken? Niemand kan ons laten schrikken. Wij zijn veel te stoer. Zullen we anders onze vrienden uitnodigen? Misschien kunnen zij ons laten schrikken. De eerste griezelige vriendin was Cupcake. Oké, Cupcake, kom maar. Ik ben Cupcake niet. Ik ben prinses Spinnencupcake. Cupcake is nou niet wat je noemt griezelig. Ach ja, maar ik ben in ieder geval wel mooi. De volgende griezelige vriend was... Vlekje. Hij laat anderen graag schrikken. Oeh, ik ben een eng nachtdier. Test, test. Ik ben een hele enge vampier. Sorry, Vlekje, maar we zijn nog niet bang. Ik ben bang dat niemand ons bang kan maken. En, hebben jullie een beetje een leuke griezelnacht? Nee, we zijn nog helemaal niet bang. Helemaal niet bang, hè? Okidokie. Nou, wij gaan even tuinieren. Ondertussen kunnen jullie mooi het huis versieren. Met allemaal griezeldingen. Dan hebben we dus griezelige versieringen nodig. De katjes en hun vrienden gingen enthousiast aan het werk. Cookie tekende enge monstergezichten. Cupcake knipte papieren spinnen. En de anderen maakten spoken en vleermuizen van vloeipapier. Ik tel tot drie en dan kijken we samen hoe eng het eruit ziet. 1, 2, 3. Huh? Maar het ziet er wel heel erg mooi uit. Weet ik, maar het hoort juist griezelig te zijn. Wat als we elkaar nou enge verhalen gaan vertellen? Vampier Vlekje kent heel veel enge verhalen. Het was een koude, donkere, stormachtige nacht. Nee, nog steeds niet bang. Ik weet hoe we het eng kunnen maken. Niet slecht. Oké. Het was een koude, donkere, stormachtige nacht. Stop maar, ik ben bang. Maar ik niet. Vlekje heeft nog niks engs verteld. Snoepje, hoe deed jij vanaf hier het licht in de gang uit? Dat deed ik niet. Oh nee. Dan is er daar dus iemand. Misschien was het gewoon de wind. Of het zou ook misschien een spook kunnen zijn. Of een grote zwarte vleermuis. Nou, wat het ook mag zijn, ik weet wel hoe ik ze aan moet pakken. Cookie had een goed idee.
Hup, Kokkie. Wat ben je toch stoer. Ah! Jongens, het zijn twee vleermuizen nog groter dan wij. Ah! Ah! Huh? Huh? Hey jongens, zei iemand daar iets over grote vleermuizen? Boe! Lieten we jullie schrikken? Je had gelijk, Kokkie. Die vleermuizen zijn inderdaad groter dan wij. Jullie kostuums zijn echt fantastisch. Jullie zijn net echte vleermuizen. Jongens, wat hebben jullie het hier ontzettend mooi versierd. Het is zelfs zo mooi dat je er bang van wordt. Zijn jullie klaar voor een verrassing? Snoepje, het licht uit. Wat zou het toch zijn? Wow! Oh, lekker! Miauw, 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 miauw! Papa's griezelnachtcake bleek griezelig lekker te zijn. En zo werd het voor de Kitty Cats een heerlijke griezelnacht met familie en vrienden. Verhalen schrijven. Op een dag wilden Snoepje, Cookie en Pudding worden voorgelezen uit een boek. Een verhaal uit een prinsessenboek. Maar één met heel veel piraten. En ook met heel veel paddenstoelen. Oké, dat is één prinsessenboek, één piratenboek en de paddenstoelencyclopedie. Ik wil niet weer een boek over prinsessen en dat bedoel ik ook echt niet. En ik wil geen boek meer over piraten. Maar paddenstoelen zijn oké, toch? Oh nee, niet alweer! Jullie moeten zelf maar een boek gaan schrijven over een prinses, een piraat en een paddenstoel. We worden echte schrijvers! Geweldig! Miauw, 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 miauw! We verzinnen zelf een verhaal, jongens. En dan kan papa het voor ons opschrijven. Hey! Oh. Maar een boek schrijven bleek nog niet zo eenvoudig. Oké, vertel mij dan. Hey! Nee. Ha! Ik heb... Nee. Het lijkt wel alsof we helemaal niks kunnen bedenken. Om te kunnen schrijven heb je inspiratie nodig. Inspiwatten? Nou, inspiratie is wanneer je eerst niks kunt bedenken en dan ineens een goed idee krijgt. Oh! Ik heb een ideetje. Diep in het woud. Ik weet iets. We beginnen op de maan met het ruimtesignaal. Met schimmelapen. Stop! Dit wordt helemaal niets. Eén van jullie mag beginnen en daarna mag de volgende. Papa heeft gelijk. Ik begin wel. Diep in het woud stond een prachtige... paddenstoel! Toch? Nee, gekkie. Een kasteel. Het huis van een slimme prinses. Ze zat in haar toren en keek in het rond. In haar toren en keek in het rond. Dat is een mooi begin, zeg. Mijn beurt. Plotseling werd het kasteel aangevallen door... paddenstoelen! Nee, geen paddenstoelen, piraten! Oké dan. Joho! De piraten pakten het kasteel en namen het mee op hun schip. En toen keek de prinses uit haar raam en zag een gigantische... paddenstoel! In de paddenzee! Yeah! Kom nou, waarom nou weer een paddenzee? Jullie hebben prinsessen en piraten. Waarom mag ik dan geen paddenstoelen? Wat ga ik nou opschrijven? Wat zijn mijn lieverds aan het doen? Onze kittens zijn een boek aan het schrijven. We zoeken iets cools en gaafs wat het piratenschip aanvalt. Ja, iets spannends en goeds. Oh, dat klinkt leuk. Oh, krijg jij hem open? Wat dachten jullie van een gigantische... Een paddenstoel misschien. Mam, dat is precies wat ik zei. Een paddenstoel wil het schip laten zinken. Bakboord, maatje. Nee, stuurboord, maatje. Bakboord. Stuurboord. Bakboord. Stuurboord. Pas op, daar komt de gigantische paddenstoel. De piraten zorgen dat de paddenstoel niet kon enteren. Oh, maar de paddenstoel droeg een grote metalen helm. Toch? Hey, ik heb een heel goed idee. We kunnen de paddenstoel verslaan door hem te koken in een pan soep, toch? Want een gekookte paddenstoel kan niks. Zelf
versloegen de piraten de vreselijke paddenstoel. En raakten bevriend met de slimme prinses. En ze beleefden samen nog vele fantastische avonturen op zee. Einde! Het paddenstoel prinses piratenverhaal. Dat is een mooi verhaal geworden. Ah, weet je wat? Ik geloof dat ik die paddenstoel kan ruiken. Dat is de paddenstoelensoep die je ruikt. Het is etenstijd, kleine schrijvertjes. Hoera! Miauw, 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 miauw! En na het eten printte papa het verhaal van de prinses, de piraat en de gigantische paddenstoel. Geschreven door onze eigen Kitty Cat. De eerste keer vliegen. Op een ochtend kwamen papa en mama met spannend nieuws. We gaan morgen met z'n allen een paar dagen op vakantie. En raad eens, kittens, om er te komen gaan we met het vliegtuig. Het vliegtuig? Echt waar? Oh, wow, we zijn nog nooit eerder met het vliegtuig geweest. Hoe gaat dat dan, pap? Nou, we moeten eerst naar het vliegveld. Dat is een soort huis waar alle vliegtuigen wonen. Dan pakken ze al onze bagage. Oh. Oh, hey, stop! En dan controleren ze onze tickets. 1, 2, 3, 4, waar is 5? 5. En daarna stappen we aan boord, stijgen we op en dan vliegen we hoog boven de wolken. Boven de wolken? Gaat hij echt zo hoog? Geweldig! Miauw, 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 miauw! De volgende dag namen papa, mama en de Kitty Cats een taxi naar het vliegveld. Schiet op, we mogen niet te laat komen, anders vertrekt hij zonder ons. Ah, oh ja? Als eerste wikkelen we onze koffers in folie. Dan kan er niets met onze koffers gebeuren. Daarna hoeven we alleen de grote koffers in te checken. Pudding, nee. En dan reserveren we onze stoelen. Ik wil een stoel bij het raampje. Nou, ik wil op de bank, veilig bij ons thuis. Eens even kijken. Pudding zit naast Cookie en Snoepje. Deze machine laat zien wat er in onze tassen zit. Ze zoeken naar vloeistoffen, want die mogen niet mee aan boord. Oh, nee? Oh. Hé, die fles mag niet mee in het vliegtuig. Oh, nou, dan ga ik wel weer naar huis. Ja, je kunt hem ook hier op drinken en dan instappen. Oh, Schiet op, straks komen we te laat. Goed, en nu opschieten. Nog niet. Ik moet eerst nog naar de wc. Attentie alstublieft. Dit is de laatste oproep voor Cookie, Snoepje, Pudding en hun ouders. Oké, schiet nou op. Wacht op ons. Ik wil niet boven de wolken vliegen. Gaan jullie maar zonder mij. Maar wil je dan niet met ons mee op reis? Jawel, maar ik ben bang om te vliegen. Ik heb een heel goed idee. Wat doen we normaal ook alweer als we bang zijn voor iets, Pudding? We gillen help, 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 help! Nee, we doen onze ogen dicht. En dan zijn we langzaam bang niet meer, toch? Pudding hield zijn ogen dicht. Snoepje en Cookie hielpen Pudding met instappen en het vinden van zijn stoel. Wat zien de wolken er vanuit hier zacht en wollig uit? Huh? Oh, wauw. Dit is helemaal niet eng. Het is eigenlijk ontzettend mooi. Straks komen we langs met wat hapjes en de drankjes. Willen jullie tijdens de vlucht wat stripboeken of tijdschriften om te lezen? Moet je zien. Ik snap niet dat ik bang was om te vliegen, want het is geweldig! Miauw, 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 miauw! Zeg, lieverd, zijn we al hoog in de lucht? Ja, liefje, superhoog. Kan ik u misschien ergens mee helpen? Zolang hij zijn ogen dicht houdt, gaat het goed. Mijn man houdt niet zo van vliegen. Oh, jee. Komt wel goed, hoor, als je mijn pootje maar goed vasthoudt.
De kitty cats vonden het heel leuk in het grote vliegtuig. En dappere Pudding was niet meer bang om te vliegen. Wiebeltand! Op een dag tijdens het ontbijt voelde Snoepje iets raars. Hé, hey, volgens mij is mijn tand aan het wiebelen. Oh, leuk! Dan vallen je tanden eruit, Snoepje. Wat? Mama, raak ik al mijn tanden kwijt? Oh, rustig maar. Wat je verliest zijn je zogenaamde melktandjes. En als je je melktanden verliest, krijg je nieuwe tanden. En die nieuwe tanden, die hou je voor altijd. Cookie en ik hadden dat ook toen we nog klein waren. Dan krijg ik dus allemaal nieuwe tanden? Geweldig! Miauw, 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 miauw! Snoepje liet haar tand direct aan al haar vriendjes zien. Kijk, moet je zien! Oh, gaaf! Losse tanden, dat is leuk! Ik vond het niet leuk toen mijn melktanden eruit vielen. Ik vond mezelf toen veel minder mooi. Toen ik ging wisselen, hoopte ik dat ik er enorme hoektanden voor in de plaats zou krijgen. Maar dat gebeurde dus niet. Als je een tand verliest, moet je hem onder je kussen leggen. Dan komt de tandenvee langs en die ruilt je tand in voor een cadeautje. Oh, wauw! Ik wil ook een cadeautje van de tandenvee. Superleuk! Is er een manier waarop mijn tand er sneller uitvalt? Nou, je zou in een appel kunnen bijten. Dan blijft je tand in de appel zitten. Maar wat als ik dan per ongeluk mijn tand opeet samen met de appel? Oh, dan krijgt de tandenvee dus helemaal niks. Bind gewoon een touwtje aan je tand en dan bind je het andere eind vast aan een auto. Als de auto vertrekt, neemt hij je tand mee. Auw! Weet je wat? Je zou hem ook kunnen vastbinden aan een vliegtuig. Maar wat als de tand te goed vastzit en niet los wil laten? Ga gewoon naar de tandarts als de tand er niet vanzelf uitvalt. Dat heb ik ook eens gedaan. Het was een donkere tandartspraktijk. De tandarts droeg een eng zwart masker. En hij wrikte en duwde en trok zo mijn kleine witte melktandje eruit. Oeh. Ha, daar heb je vlekje weer met zijn enge griezelverhalen. Tandartsen dragen geen donkere of enge maskers. In het echt zijn ze best vriendelijk, hoor. De tandarts is leuk, maar ik wil er niet naartoe. Ik wacht wel tot mijn tand er vanzelf uitvalt. Wacht. Oké, het is etenstijd. Kom je, Snoepje? Snoepje had de hele dag nog niets gegeten. En haar wiebelige tand was er nog steeds niet uit. Nu is het genoeg. Ik ga direct de tandarts bellen. Dan is die tand er razendsnel uit. Hallo? Ik wil graag een tandartsafspraak maken. Maar ik wil helemaal niet naar de tandarts. Ik ben bang, mama. Rustig maar, Snoepje. Wij gaan wel met je mee. Ja. Goed zo, Snoepje. Doe je mond maar heel wijd open. Plop. En daar is je melktandje. Is die eruit? Ja. En binnenkort heb je een nieuwe grote mensentand. En je moet niet vergeten, je moet goed poetsen, goed flossen en niet te veel snoepen. Bedankt, meneer. Nu heb ik een tand om aan de tandenvee te geven. Geweldig! Miauw, 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 miauw! Wacht eens even. U moet echt nog even hier blijven, papa. Daar moet nodig iets aan gebeuren. Eet u soms veel zoetigheid? Ja. Ik moet wel voor mijn werk in de snoepfabriek. Je moet goed voor je tanden zorgen. Pas op met snoep. Poets en floss 2 maal daags. Dan blijven je tanden gezond en sterk. Tjoep.